Ja. En het lachen daarom, want dat gebeurt dan ook vaak van de denkwereld, de manier van zoals onze gedachten geëvolueerd zijn en gevoed worden ook door de maatschappij. Die manier van denken, zeg maar, die komt nog spontaan met het oude mechanisme van om me goed te voelen heb ik iets nodig. En dat herkennen als een leugen, en brengt altijd alweer een lach. Ja, de pijn is niet nodig. Stress en het gestreef. En het zoeken en de twijfel. Nou ja. Zo kom je dus van het hele gewone, wat iedereen ervaart en dat er geen enkel verschil is tussen jou en mij of wie dan ook, naar die perfecte staat van zijn die we ten onrechte gewend zijn te reserveren voor gewone mensen, zoals ook Jezus en Boeddha. De goddelijke staat van zijn. De aloude vraag of Jezus wel eens gelachen zou hebben. Nou ja, dat is. Ja, wie die vraag bedacht heeft. Ja. Ja. Oh, wat een onzin, hè? Ja. Zou hij wel eens niet gelachen hebben, hè? Dat is meer de vraag. De innerlijke lach van voldoening en tevredenheid, ja. Bijvoorbeeld bij het aanbreken van de lente geeft heel veel mensen een opgewekt gevoel. Ja. Een verlicht persoon heeft uiteraard gevoelens, want hij of zij blijft mens. Maar misschien met minder diepte en hoogte. Ja. Over minder diepte. Wat ik al zei, 99,999%, en ik hield even niet op met negens noemen. Van de pijnlijke, nare gevoelens, dat valt weg als je bewust bent van de werkelijkheid. Maar wat nou als die werkelijkheid een pijnlijke werkelijkheid is. En tegelijkertijd valt 99,999999% van het lijden daaraan valt weg. Zo moet je dat zien. Zou Jezus aan het kruis geleden hebben. Kwaad, boos, gefrustreerd, woedend, vol twijfel. Nee, zo heeft hij dat niet ervaren. Zou Jezus aan het kruis ondraaglijke pijn ervaren hebben? Ja, zonder meer, zonder meer, zonder twijfel. En in helder bewustzijn, want dat was ook de vraag. Minder diepte, dat bedoel ik. Zou hij die pijn ervaren hebben met minder diepte? Nee, totaal niet met minder diepte. Eigenlijk met meer diepte. Maar zonder daar lijden
bovenop te plakken. En wat is dan de diepte van ervaren, diep, diep, diep ervaren pijn? Daar zit geen teleurstelling in. Dat is het exact ervaren van de werkelijkheid zoals die is. Het fysiek aan het kruis genageld zijn geeft ontzettend veel pijn. Dat er mensen zijn die elkaar dit aandoen, is een feit. Maar zit daar teleurstelling, woede, verdriet bij? Zelfs verdriet niet. Verwondering. Dat het leven dit nodig heeft. Hoe weet je dat het leven dat nodig had en heeft op dit moment? Want er worden nog steeds elke dag, ook in Nederland, mensen symbolisch aan het kruis genageld. Vluchtelingen. Die we met grote hekken met vol met prikkeldraad buiten onszelf willen houden. Schreeuwende kinderen die gescheiden worden van hun ouders. En dat feit op een verlichte manier ervaren, dus zonder dat het denken daar op de oude manier mee omgaat, zonder dat het denken daar woede, teleurstelling, verdriet, twijfel, angst bij aanplakt, want dat gebeurt door het denken, die een oordeel geeft over de situatie. En die oordeel wordt voor waar aangezien. In de volle overtuiging dat je denkt dat het goed is. Zo lopen Israëlische soldaten met een duizendvoudig geweer op hun schouder, om een tiener neer te schieten, die gooit met een steen, hè? Ik noem eens wat, en zijn denkwereld zegt dan, dat is echt nodig, want anders houden ze niet op met het gooien van stenen. Wat een waanzin, hè? Dat denken van ons. Dat is ons collectieve denken, wie ook in jou en mij opkomt, in allerlei manieren. Nou, en als je dat helder ziet, dan ontstaat er begrip, mededogen, maar ook humor. Als je dat in jezelf kunt herkennen dat het gebeurt en je ziet de waanzin daarvan. Het proces van meditatie, daar wil ik het nog even over hebben. Hoe je komt van de oude staat van zijn naar een meer verlichte staat van zijn. Iedereen die je vraagt, zeg maar, die ervaring goed kent, die ervaring van bewustzijn, van het nu moment, die weet gewoon, ja, dit is het. Iets beters is er niet.
Zo vrij, ontspannen, tevreden. Met zo'n perfecte kwaliteit ontdek je dan, hè? Gewoon in het ervaren van die werkelijkheid. En als dat meer is dan een glimp, als dat beklijft, als dat langzamerhand je gewone werkelijkheid aan het worden is, dan... Ja, en dan zeg ik het ook wel vaak, ja, het ergste wat me kan overkomen, dat is dat ik deze ontdekking, deze mogelijkheid, deze realisatie zou verliezen. Omdat je daarmee direct de blind wordt voor de kwaliteit van het leven zelf. En je wordt afhankelijk van toeval. Je wordt afhankelijk van goede redenen om ergens blij om te worden. Dus dat is een wonderlijk iets. Iedereen is exact hetzelfde. Er is geen enkel verschil tussen jou en mij. Behalve, wat is het dan? Ben je bewust van je eigen werkelijkheid? Dat is het enigste verschil. Nou, en hoe kun je dat leren? Ja, hoe kun je dat... valt dat te leren? Sommige mensen twijfelen daar ook over. Ja, zeker valt dat te leren. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een hele belangrijke treinreis. Stel je voor, je zit in een prachtige oude houtgestookte trein op weg naar India of China. En je vertrekt vanuit Nederland. En er is een renovatie vindt er plaats van die trein. Dus symbolisch gezien ben jij eigenlijk ook de hele trein. En er vindt een vernieuwing plaats. Oude patronen en denkwijzes worden opgebrand in de ketel van de locomotief. Er wordt letterlijk het oude meubilair wordt beetje voor beetje afgebroken. Allerlei idiote ideeën die aangezien worden voor werkelijkheid. Ja, en zo als met één blik werpend over hoe we denken over de maatschappij. Of kijken naar het journaal of lezen de krant. Al gaat allemaal in de ketel van de stoomlocomotief. Ja, al die waanzin van allerlei beperkende, ruziemakende, frustrerende gedachten. Al die onzin van geweld. Die zijn basis heeft, zijn anker in het denken. Dat moet allemaal verdwijnen en opgebrand worden, afgebroken worden. Maar dat kan alleen maar als er ook vernieuwing plaatsvindt. Dus er is een voorraad hout, heel goed hout. Helemaal achter in de trein, in de laatste wagon. En er zit een heel team van timmermannen. Is daarmee bezig. Om dat wat afgebroken wordt weer opnieuw op te bouwen. En intussen tijd stopt de trein op elk perron en er gaan mensen uit en er komen mensen in.
En we gaan gewoon verder richting China en India. De trein blijft rijden. Ook al wordt er afgebroken. Maar dat wordt ook tegelijkertijd weer opnieuw opgebouwd. En dat opnieuw opbouwen door perfecte timmerlieden. Waarmee kun je dat vergelijken? Ja, dat is het bewustzijn van het nu-moment. Dat is het horen van een geluid, het voelen van een lichaamsgevoel. Dat is de meditatie van het dagelijks leven. Op elk moment bewustzijn van dat wat er is. En dan wordt het oude vervangen door het nieuwe. Die duizendvoudig maal mooier, kalmer, helder, liefdevoller en wijzer is. En zo, terwijl de trein verder gaat, verdwijnt het oude en ontstaat het nieuwe. En dat is een mooie beeldenis van het proces van meditatie. En hoe lang als dat duurt, is eigenlijk niet van belang. Want op elk moment, als je de voet zet in het nieuwe deel, ben je daar. Op elk moment als je bewust bent van dit moment, leef je in de verlichte staat van zijn. Ben je zelf gerealiseerd. Want het nu moment, dat ben jij.